In dit filmpje krijg je tips over welke begeleiding je kunt geven aan dyslectische kinderen die moeite hebben met spelling. Met focus op kinderen die de ONL-behandeling hebben gevolgd. Bedenk steeds welke punten passen binnen je huidige manier van lesgeven en probeer dit uit. En kijk later het filmpje eventueel nogmaals. We zullen drie onderwerpen bespreken. Instructie geven, toetsen bij spelling en extra tijd geven. Spelling wordt het beste geleerd door directe instructie. Het toepassen van regels en strategieën moet expliciet aangeleerd en geoefend worden. En de leerkracht moddelt. Hij denkt hardop en stapsgewijs. Het is voor alle leerlingen goed om dagelijks een 5-woorden-dictée te doen. En wissel voor dyslectische kinderen af tussen geïsoleerd oefenen met een nieuwe categorie en categorieën door elkaar van het vorige en het huidige pakket. Herhaal eventueel kort 1 of 2 categorieën die aan bod zijn geweest, maar hou het kort. Het is goed om vaste stappen te volgen tijdens het dictée. Dicteer het woord, laat ze het allemaal nazeggen en stimuleer echt nadenken. Laat ze eventueel tijdens deze stap staan en weer gaan zitten als ze weten hoe ze het woord gaan schrijven. En dan pas schrijven ze het woord ook echt op. Dan nog nabespreken, dit is heel belangrijk. Waarom schrijf je het zo? Welke regel, categorie gebruik je hier? En schrijf het woord ook op het bord voor het juiste woordbeeld. Gebruik ook een visueel stappenplan voor de spellingzwakke kinderen. Dit plan wordt tijdens de ONL-behandeling gebruikt en zit in het regelmapje. Laat het regelmapje met steunkaarten tijdens de dictées gebruiken. Ook om zichzelf mee na te kijken is dit zeer behulpzaam. Voor de kinderen die met letterlicht werken, ziet het stappenplan er zo uit. Het blijft belangrijk om hulp op zorgniveau 2 en liefst zorgniveau 3 aan te bieden aan zwakke spellers. Dit kan door verlengde instructie te geven. Bijvoorbeeld, herhaal in kleinere stapjes de instructie. Stel vast of ze het echt begrijpen, vraag door en laat voorbeelden geven. Pas als ze een stap begrijpen, verhoog je de moeilijkheidsgraad. En nog enkele tips voor de instructie. Niet over laten schrijven van het bord. Geef de opdracht of informatie liever op papier. Geef pre-teaching bij een nieuwe spellingregel. En weet waar de hiaten zitten. Geef deze spellingregels extra aandacht. Voor aanpassingen bij toetsen worden liefst schoolbrede afspraken gemaakt in het dyslexieprotocol. Maar als een kind alleen maar onvoldoendes haalt, zal dit niet motiverend werken. Dan kijk je liefst naar de vooruitgang en wat een kind wel kan. Geef de mogelijkheid om zelf na te kijken en te verbeteren. Bij niet-landelijk genormeerde toetsen kan dit met het regelmapje erbij. Dyslectische leerlingen vinden het wel erg lastig om fouten te herkennen. Zet er dan bijvoorbeeld een stip bij en laat dan de fout zelf zoeken. Beoordeel indien mogelijk alleen de aangeboden regels. En reken eventueel lid- en voegwoorden, herhalingsfouten en omkeringen niet mee. Weeg spelfouten bij andere vakken niet mee in het algemene cijfer. Indien nodig kun je wel een aparte beoordeling hiervoor geven. Eventueel kan mondeling getoetst worden bij onvoldoende resultaten van schriftelijke proefwerken. Dyslexie-software is erg aan te raden als een lees- of spellingprobleem belemmerend werkt. Bij bijvoorbeeld het maken van verslagen en alle toetsen die digitaal mogelijk zijn. Eindtoetsen dienen wel op tijd aangevraagd te worden. Specifieke dyslexie-software kan meer dan alleen spellingcontrole, zoals woordvoorspeller, voorlezen tijdens het typen en een plaatjeswoordenboek. Meer over de dyslexie-software in het filmpje Spellingbegeleiding hulpmiddelen. Een leerling met dyslexie heeft vaak meer tijd nodig om informatie te verwerken en op papier te krijgen. Bij toetsen krijgen veel leerlingen al wel extra tijd. Klassikaal kan tijd gewonnen worden door de hoeveelheid over te schrijven tekst te verkorten. Overschrijven zorgt sowieso voor een vermindering van tijd voor het leerproces. Stimuleer om korte zinnen te maken bij werkstukken. Plan een spreekbeurt zo in dat er genoeg voorbereidingstijd is. En kijk ook kritisch naar de verwerkingsopdrachten. Wat is er nodig voor het lesdoel? Bij spelling zijn bijvoorbeeld oefeningen waarbij ze streepjes naar plaatjes moeten zetten en overschrijfopdrachten weinig zinvol om beter te gaan spellen.
Oefeningen waarbij ze zelf moeten nadenken over de schrijfwijze en toepassen van de regels zijn het meest effectief. Vallen de spellingresultaten nou erg tegen op jullie school, dan kan er ook altijd meegedacht worden door een van onze adviseurs op klassenniveau of schoolbreed.